Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland. De dikste bewolking ligt boven de noordelijke provincies en daar valt ook nog eerst wat lichte regen of motregen. In de zuiden is het wel grotendeels droog en daar schijnt ook wel af en toe de zon. In de loop van de dag gaat de zon op meer plaatsen doorbreken en blijft het zo goed als overal droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Er waait een matige wind aan zee vrij krachtig uit westelijke richtingen. Maar die gaat in de loop van de middag wel wat afnemen. Vanavond is hij matig uit een zuidwestelijke richting. Voor de rest wisselen wolken en een paar opklaringen elkaar af en de temperatuur ligt rond een graad of 19. Dan morgen of vroeg in het oosten misschien nog een streepje zon. Daar kan het kwik dan even oplopen nog naar 19 tot 21 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt en gaat het regenen en in de regen is het hoog uit 17 of 18 graden. Bovendien waait er een stevige wind die geleidelijk aan gaat draaien naar het noordwesten ook op donderdag een noordwestenwind, vrij stevig, vrijdt die door, tot hooguit 16 of 17 graden en het trekken verspreid buien over het land. ook vrijdag en zaterdag blijft het tamelijk wisselvallig met een middagtemperatuur van zo'n 17 graden. ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.